Kijk, dan gerestart. Ik heb eigenlijk niet YouTube aangesteld om te streamen, nie, weet ik. Wow. Multi-streaming of restream, are you live now? Ja, so nou stream ik het maar net naar beide Twitch en YouTube. Geopmaak. Oké. Ja, so nou stream ik het maar net naar beide Twitch en YouTube. Great. En YouTube is meer solid. Ik persoonlijk vind ik dit is. Ja, maar 20 ook. 20 kan niet eens. Hij is zo geïrriteerd, want hij wil zo graag stream naar Twitch toe. Maar hij is geforceerd om YouTube toe te gaan. Want hij is een pro, wat zijn hem ook? Ouse player. Hij is dus nummer 1 Ouse player in Zuid-Afrika. En hij stream Overwatch en goed, maar. Dan moet hij altijd mensen YouTube te sturen. En mensen like niet rarig YouTube zo baie nie. So, dis die ding, nee, dit is soos, which is die preferred platform, ek meen YouTube, try met die YouTube gaming ding, maar dit is net nie dieselfde nie, ek meen. Nee, maar die watse nou misschien, hulle, as hulle net Twitch kon le op YouTube se freaking se quality en services, en, want YouTube is baie beter, in terme van quality. Ja, ek meen, soos bijvoorbeeld, as jy check, nee, hierdie ding wat jy kan doen, dus bijvoorbeeld iemand kan jou stream kyk op een lower quality. Yes. En dit word in real time de re-encode vir die quality. Die functionality op Twitch is net beskikbaar as jy partner is. Ja, dat is lame, hoor. En dit maak het baie moeilik, want ek meen, nou is jy geforce om een specifieke, soos, as jy stream teen cinema 3000 kilobit per second, al jou viewers moet 3000 kilobit per second kan receive om jou stream te kan kyk, en dan gaan het heel tyd buffer. Waar met YouTube is het nie die geval nie. So. Maak sin. Maar ja, die beste gaan maar wees om rond te speel met dit, want dit is obviously this connections is specific. Hoe goed het gaan perform is uit en uit down tot jou connection. Maak sin. Ek weet dat as jy gaan opsoek vir dit, Twitch se non-partner betreid, as ek het reg onthou, is tussen 3000 of ja, ek dink is tussen 3000 en 6000 as ek het reg onthou. Hulle wat's dit? Die bitrate? Ja. Links hier. GPU, wat betekent dit? Dus as jy multiple GPU's in jou PC, dan kan jy kies tussen hulle. Ek wonder, aanga 5. As a means dit miskien moet ek go? Ja, ek het gesien nie so. Ok, restream.
So restream met al jou, vat dan die load vir een van die channels vir jou, basically. Want jou PC vat nie die load van al twee channels en al twee stream channels nie. Ja, that's pretty much what it is. Dis nogal sharp. Ja, ek meen, dit werk op 6000 bit right ook. Lijk actually nogal nice op 6000. Ja, maar pretty much in termen van om te weten of het gaan buffer of zeker terug het is. Maar als je 6000 moet die, sorry, moet die viewer kan 6000 zien, moet hij niet? Ja. Op Twitch tenminste. Veel gaan vind ik nog zo. Deathmatch, ek het gesien. Okay. Maar ek dink jy gaan moet, ons gaan 10 weer moet eindig, as jy wil actual sien. Of dink jy is fyn? Ja, yeah, fyn ek so. Soos, ek dink dit gaan soos die accuracy van die internet, maybe. Ja, dit maak, ek het klaar te gemaak. Sweet. Arriving at Chateau Gia. Prepare for battle. Select your hero. Three, two, one, fight. Justice ain't gonna dispense itself. Dis wat, sorry? Dis freaking retarded, want ek het 'n 40 meg line hierso. 40 meg fiber. En as jy stream op 6000, dis buffer vir my. I mean, ek hoor 'n stream te kan kyk wat soos 30000 bedryf. Maar 6000 bedryf. Maar dit is maar as gevolg van fluctuations in terms of international bandwidth. Enemy needs 15 kills to win. Jy sê lag, met die kood. Op Twitch lag dit, ek net ga YouTube check. Okay. Op die oomlik is het weer fine. Dit lag jy op enige vijfde. Kwa. Net soos wat ek dit sê. Lag jy Twitch stream. Maar as 6000 net elke nou dan lag, moet 3000 omtrent glad nie lag nie. Of is dit net, dink jy dit is maar net... Dit is die ding wat het so stupid maak is... Ek meen ek ran... Effectiever, dan ik twee streams gelijktijdig wat ik kijk.
beide is 6000 bit, right? En dit is fijn, al was het een of andere rede by Twitchbacher. So ek meen technisch is ek bezig om 12000 kijk. Maar Twitch kan ek nie 6000 kijk. Ek sal bykie ook kijk hier so by my het rondspeel met bitrates en gedoe. Maar anders stream ek nie drie, wacht maar jy sê YouTube is fine. Ja. Met 6000. Ek stream, en dan ga jy check. Anders ek het YouTube maar. Okay. Nou YouTube stream ek op die oomlik met 8500 bitrates. Ek gaan net 6000 doen en dan gaan ek vir mense sê as hulle lag, moet hulle maar net YouTube toe gaan, so maar net hoe het is. Dan gaan ek kyk of ek my chats kan integrate, draai aan het chat ding. Ja, ek meen, dit is voordelig, as jy fine is om met YouTube te stream. Yeah. Dit is probably voordelig om direct na YouTube te stream. Want jy gaan minder latency, even dit. Ek meen, as jy die restream gaan, dit add maar, dit is extra delay op die stream. Maar ek het daarom nou optie wat ek gaan doen. Thanks vir jou op. Ja, op die eind speel maar rond tussen 3000 en 6000 bedrijf en kyk as jy Twitch wil maak waar, dan gaan jy maar dit moet bykie adjust. Yes.